Ja, we zijn hier bij het Cultureel Zomerfestival in Leidschendam-Voorburg. Turianabaan in Voorburg. En ook Mooi Voorburg is natuurlijk weer aanwezig om te kijken of er weer mensen zijn die donateur willen worden van onze stichting die sinds 1959 bestaat. We maken ons heel druk over de monumenten in Voorburg en natuurlijk ook over het groen. Het is een soort van Braziliaanse muziek, achtig, een soort van vechtsportmuziek. Maar je hebt alles erin, je hebt discipline erin, je hebt dans erin, je hebt vechtsport erin. Ik ben Ab en ik mag dit voor de eerst 21ste keer nu dit jaar organiseren. En ik ben heel blij dat het allemaal weer gelukt is en dat het enorm druk is. Het is een enorme gezelligheid. Gelukkig niet zo heet als de afgelopen dagen. Het is eigenlijk een ideaal festival weer. En zo luiden we het nieuwe culturele seizoen in voor het volgend jaar. Wat is nou zo leuk aan badminton spelen? Nou, het is een ontzettend gezellige club en het spel is hartstikke snel en gaaf om te doen. Nou, het heeft toch een beetje een strandimago, een beetje campingimago. Een beetje kindersport, of niet? Wat mensen eigenlijk niet weten is hoe ontzettend snel en moeilijk dat in de zaal is. Dus ja, die shuttle die gaat hartstikke snel en die kan met 300 km per uur gesmashed worden. Oh, dat meen je niet. Dus dat is toch wel wat anders dan dat camping. Dat gaat nog sneller als met tennis. Ja, dat klopt, ja. Het is een van de snelste sporten ter wereld. Is het, maar het heeft eigenlijk helemaal niks met tennis te maken? Nee, het racketgevoel natuurlijk wel een beetje. Dus als je een beetje kan tennissen, dan kan je ook een klein beetje badmintonnen. Maar ja, de slag is wel heel anders en het bewegen over de baan is ook heel anders. Is dat een dure sport om te doen? Nou, dat valt best mee. Lidmaatschap bij ons kost €200 voor de senioren voor een heel jaar. Ik ben Elfried Logger en ik ben voorzitter van het koor Koorts. En wij hebben een heel gezellig dameskoor met 3 soorten stemmen. We hebben een hele leuke dirigenten. En wij oefenen elke dinsdagavond in de Oranjehoek tegenover de Martinuskerk. We hebben een heel uitgebreid repertoire. We zingen eigenlijk van alles en nog wat, van klassiek tot modern. En we vinden het heel leuk om wat nieuwe leden te krijgen, want door corona zijn we wat leden kwijtgeraakt. Wat een prachtig mooie kleuren die kersen. Ja, allemaal uit de Betuwe zijn ze. Heb je ze zelf geplukt of niet? Nee, dat laten we doen. Daar hebben we net weer geen tijd voor. We doen alleen de verkoop. Ja. En loopt dat goed, die kersen? Ja, we mogen nooit klagen. Dat is de kwaliteit van je mag altijd van mij klagen hoor. Nee, dat doen we niet. En ze zijn ook allemaal zo mooi paars. Ja, dat is mooi. Het is een soort cordia. Ja, want ik heb zelf in de Betuwe gewoond. Ja. En ik kan me herinneren dat je had altijd een paar mooie paarse en altijd een paar hele rode, zeg maar. Ja. Maar die haal je natuurlijk tussenuit, of niet? Ja, want het is huis. Ja, wij verkopen alleen het beste aan de klant. Ja, maar goed, die andere moet ook opbrengen dan. Ja, dat moet ook, of je maakt een champagne. Dave Vrezen, Stichting IDB, Inclusie en Discriminatiebestrijding. Wij zijn hier vandaag om mensen bewust te maken van het feit dat er altijd een mogelijkheid is om discriminatie te melden. Wij zijn een onafhankelijk instituut dat u helpt bij klachten van discriminatie. Dus komt u bij ons langs, meld discriminatie en ik hoop u gauw hier te zien voor een leuke ontmoeting en een serieus gesprek. See?
lekker warm hier. Oh, wat spannend. Weet je hoe het werkt? Ja, ik weet het. Oké. Hoi, goed. Hoi,